waves, let them crash down on me. And you showed me the way. The best thing. Nou ja, jullie zien het al, ook is onze lieftallige Willy Wilwel er weer. En die pakt de ladder. En wat gaat ze daarmee doen? Willy! We gaan bergen beklimmen. Ga je bergen beklimmen? Willy, die zou ze ramen lappen, maar dat heeft ze reeds gedaan en die spookie hangt er weer. En mijn pompoenen staan er weer. Ja, die staan hier. Ja, lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ben nog niet opgemaakt, maar dat kan zo. Ja, ik ga zo weer naar boven. Ik ben wel netjes aangekleed verder. Althans, dat vind ik zelf, dat ik netjes aangekleed ben. Wat jongen, nog aan toe, er gebeurt hier zoveel. Echt, er gebeurt hier zoveel. Nou ja, jullie zien het al, ook is onze lieftallige Willy Wilwel er weer. En die pakt de ladder. En wat gaat ze daarmee doen? Willy! We gaan bergen beklimmen. Ga je bergen beklimmen? Hoezo? Vertel, wat ga je doen voor mij? Gordijnen eraf zorgen. Moet je aan deze kant beginnen? Zal ik je vertellen. Ja, dan zal ik eerst eventjes mijn moeder eraf afhalen. Nee, dat is mijn zusje. Mijn moeder. Nou, dan zijn wij ook zusjes. Hoe doen we dat? Ja, dat weet ik niet hoor. Moet je bij mijn vader wezen. Ja, ze gaan de vitrage er dus eraf halen en de ramen lappen, zowel voor, zowel achter. Ja, en dan gaan we weer met de helm beginnen. Dat hek in de gang al klaarstaan, dat gaan we straks ook doen. Maar ik ga eerst naar boven en daarna ga ik met de meisjes lopen. Ja. Yeah. Denk je dat je mijn tafeltje niet nat spuit? Ja, want je spuit er zo over in. Ja, het is vochtig. Ja, echt. Maar dat helpt me wel. Dat zou je ook doen vandaag. Wat? Het tafeltje opknappen. Oh ja, heb je zout? Zout heb ik altijd, schat. Ja, niet iedereen. Die, ik ben bang dat die het niet doet, hè? In dat witte bakje. Ja, doet hij het? Daar zit ook een wortel aan. Oh, ja, ik dacht dat die kapot was gegaan. Nee. Nou, neem ik zo meteen deze grote bak mee. Naar boven. En ik ben benieuwd of er... Ja, daar komt ook een worteltje aan. Toma maar rempel. Ja. De ene is hartstikke laat en de andere die doen het snel. Maar in ieder geval, ja, ik zei dus al, het is vandaag donderdag, anders had Willy er niet geweest. En de hoeveelste leven we? De 5e van de 10e 2023 en we leven om 14:13. Dus 14:15, zeg maar. Nou, ik heb gisteren even goed weer... Heel wat opgehaald, want hij wordt mij te zwaar. Ja, ik kan hem tillen, dat gaat. Ik zou niet meer kunnen lopen en hem dat in mijn hand vasthouden. Ja, zit goed in, maar ik blijf vanavond wel weer thuis. Ja, ik loop morgen weer. Ik hoef nog maar 2 straten, dus wat willen we nog meer? Ja, en de spandraad kan je gewoon straks weer ophangen. Denk je om mijn lijkenbruidje? Om je wat? Mijn lijkenbruidje, het is toch een lijk? Oh, je lijkenbruidje? Ja. Nee, die hangt nog hoor. Ja, die mag er straks al heel even eraf. En straks hoor. Ja. Het spandraad, dat hang ik altijd weer op, want die heb ik wel met de kerst ook nodig. Ook al komt er geen vitrage, ik heb het wel nodig. Wat ik ga doen, weet ik nog niet. Maar normaal gezien, ik heb ook wel gehad, ik had zo ontiegelijk veel slingers. Allemaal zilver. Weet je wat ik daarmee deed? Die hele spandraad, die hing ik ermee vol.
En dan dubbel, hè? Dat die lange slinger die kun je dan eroverheen en dan doortrekken tot dan, dat het in het midden hangt. En er waren hele lange slingers. En dan maakte ik daar een broekvitrage van. Nou, zo'n ding. Ja. Dus het was een en al geglitter als de zon erop scheen. Dus. Maar ja, in ieder geval. In ieder geval, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van je dag. Het is hier, wat voor weer hebben we hier? Bewolkt. Het is scherp. De lucht aan de ogen, vind ik tenminste. Maar wie ben ik? Het zonnetje schijnt. Maar ik zie geen blauwe lucht. Nee, geen blauwe lucht. Nergens niet. Nou, op mijn stoel vandaag zie ik aan weerskanten geen blauwe lucht. Ja, daar in de keukenkant een beetje blauwe lucht. Ja, niet veel. Niet veel hoor. Nee, het is meer bewolkt en het is, doet zeer aan je ogen als je er naartoe kijkt. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Oeh, dat lief leggen ze daar. Zo heerlijk. Ze zijn zo, zo ontzettend lief. Hé, mijn meisjes, ja. Zo lief, hè. Maar, ja, oké. Willy, die zou de ramen lappen. Maar dat is dus reeds gedaan. En mijn spookie hangt er weer. En mijn pompoenen staan er weer. Ja, die staan hier. En dus. Nou, plastic gaat er ook weer af na de Halloween. Daar een spinnetje. En daar een lijkenkoppie. Daar hangt mijn bruidje. En even zien, kijk, daar hangt ook nog een skeletje op het raam. Even inzoomen. Daar dus. En daar hangt, staat dat ding, waar ik twee keer een kapotte raam van kreeg. Nou, dan maar daar. Dus, dan hoop ik niet dat dat raam gaat sneuvelen. Want dan zit ik daar weer mee. Want dat is helemaal op maat. Dus ja, dat dus. Wat hebben we nog meer? Ja, de keuken. Het is zeker de, dat moet nog. Maar ja, ik ben zo schroom. Het kleine spookje natuurlijk. En keep out staat daarop. Weer geruimd. En mijn bloedcafé die is vanaf vandaag geopend. En daar weer een spinnenweb met spinnetjes. Dus ja, dat dus. Ja. Nou ja, verder niks. Nee, die tas kan weer naar boven. Ik ga vandaag niet lopen, want ik had aan de deur al uit moeten wezen. Nou ja, en Willy die is ook nog maar net weg, net 10 minuten, kwartiertje. Dus ja, dat dus. Even kijken, kijk 17 uur, 5 uur, die klok loopt een beetje achter weer. Ja, komt omdat de klepel nog stil heeft gehangen. Maar in ieder geval. Hé, meisjes, mijn meisjes, jullie zijn zo lief. Moeten jullie koekie? Moeten jullie koekie? Moeten jullie koekie? Ja, moeten jullie koekie? Ik heb koekies hier. Ah, wie moet er een koekje? Blijven we nog leggen ook? Nou, die heeft hem wel aangepakt. Het is geen sigaar hoor. En die heeft, ja, die, hoe dan? Hoe dan? Varken staan op bij hem trog. En jullie blijven erbij liggen. Hoe dan?
Luie wezens. Ja, echt. Jongen nog een toe. Hoe dan? Die staat niet goed. Die moet zo. Zo. En die deksel er weer op. Nou, mijn salontafel die is opgepoetst. Ja, schrik niet. Met een beetje slaolie. En een theelepeltje zout. En dan moeten de kringen van weggaan. Maar ja, dat gaat nog niet helemaal geworden. Dat gaat het nog niet helemaal geworden. Er moet niets op de rand. Zo. Dus, nou, dan gaan we nog een bakje koffie maken. Oh ja, en daarom heb ik nog een spin. Boven de leuning. Een spin. Dus. Nou, dan ga ik nog een bakje koffie doen. En dan ga ik even voor de computer eventjes wat voor mezelf doen. En daarna aan het werk met een vlog. Ja. Oftewel. Beginselen. Voor een vlog te maken. Gaan we doen. Ook ben ingezoomd, ja, tuurlijk. Ik denk al, waarom zit ik er zo dicht op? Maar in ieder geval beginselen voor te bereiden om dus een vlog in elkaar te zetten. Ja, moet ook allemaal gebeuren. En ik ga dat rustig aan doen. En voor de rest, ja, ik moet ook nog eten klaarmaken eigenlijk, maar ik weet niet wat. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat ik een zak spaghetti pak of een zak een nasje pak. Ik zie het wel aan en dan een potje er doorheen. Vlees erbij bakken, komt het ook allemaal wel goed. We merken het wel. Ik ga hier gewoon die voorbeginselen treffen, et cetera. En dan zien we het wel weer. Voor nu zeg ik een hele fijne namiddag. En voor straks een smakelijk eten, bon appétit. En heb een hele fijne liefdevolle avond. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer 9:30 geweest, geloof ik, dacht ik zo. Ja, 21:36. Sky die is eventjes geweest, maar dat was een vogelvlucht. Hij heeft wel een bak koffie gehad, maar hij kwam speelgoed halen van Chelsea. Want morgenavond komen er mensen helemaal uit België vandaan. En als het goed is, nemen die Chelsea mee. Dus ja, dan moet er ook speelgoed komen natuurlijk. Dus ja, dat speelgoed heeft hij nou eigenlijk opgehaald. En ik zei ook, in de koelkast ligt nog steeds zoete aardappeltjes. Moet je ook meenemen. Ja, heeft hij ook meegenomen, maar hij had meer mee kunnen nemen. Maar ja, dan komt hij hier zonder een tas. Neem een tas mee als je spul op kunt halen. Maar ja, in ieder geval, jullie horen het nog steeds. Ik heb lekker gegeten in ieder geval. Nasje met, wat hak er door? Ja, ik weet het even niet meer. Ik weet het niet meer. Hoe doen we dat? Ja, hoe doen we dat? Ja, nou weet ik het nog niet. Kunnen hoor, nee, ik moet even storen. Even daar neer zitten. Oh, knudden. Knudden met een rietje. Goulash. Goulash. Ja, een lekkere goulash. En dat door de rijst heen. Lekker. Ja, echt wel. Dus, maar ja, dan gaan we dus verder met een. Ja, ik heb trouwens nog niet voorbeginselen gemaakt voor een vlog. Nee, wat heb ik gemaakt? Ik heb een nieuwe omslag gemaakt voor de 50PLUS Club. Tenminste, de club van de 50PLUS'ers op Facebook. Daar heb ik een nieuwe omslag voor gemaakt. En, er is ook weer wat gebeurd op. Op de wereld, ja. Ik zag het vanavond in het nieuws op de computer. Oekraïne,
Ruim 50 doden bij aanval op supermarkt en café. Hoe dan? Ja, alsof het niet erg genoeg is. Wat de overheid doet. En dit is ook de schuld van de overheid. Hè. Laten we wel wezen. Ik begrijp het niet. Dus ja, ik ben weer met mijn hoofd dus bij degene die overleden zijn. En bij degene die zitten te rouwen. Ja, ik vind dat bizar erg allemaal. Dus ja, daar ga ik even een plaatje voor maken wat aan de voorkant van de vlog komt. Het heeft weliswaar niks met de vlog te maken, maar toch, daar heb ik laten zien van, kijk mensen, doe je ogen open. Hè? Word wakker, et cetera. Dus ja, dat gaan we doen. Een mooi plaatje maken. Wat toch ook verdrietig is. Dus het komt allemaal goed. En ik hou gewoon vol gemoed. Dat doe ik toch al. En dan komt zeker alles goed. En daar liggen mijn meisjes weer. Lekker rustig. De rust is wedergekeerd. Ja. Lief, hè. Ja, echt lief. Ik ben ook maar wat wijs met ze. Ja, echt wel. Degenen die aan mijn meisjes komen, nou, die komen ook aan mij. Ja. En die moeten er heel goed uitkijken. Want ik pak zo mijn wandelstok en die duw ik eventjes onder hun neus. Ja. Hé, mijn meisje, ja. Waar ik zoveel van hou. Hé? Ja, echt wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je avond verder en we spreken elkaar later weer. Ja, lieve vrienden, we zijn er weer. Hè? Ja, Elwin die zit lekker naast me, die wil gekrold worden, nou dat kan. Hè? Ja, ik eet. Ja, meisje. En de video is tot zover klaar, die kan ik naar YouTube brengen. Ook zijn we al buiten geweest, we hebben al gelopen. Dus dat is allemaal al gedaan en dan is het nu 0 uur 41, dus bijna, het loopt tegen 1 uur. En als de vlog op YouTube staat, dan gaan we lekker naar bedje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het gewoon, God die houdt over ons allemaal de wacht, ook over onze diertjes. Ja, hè? Ja nou, jij kind. En ik zeg gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht.